Vandaag een belangrijke dag, namelijk de start van Season 8. Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarom support je namelijk heel erg deze video. Jullie zien niet de item shop van vandaag in beeld staan, want er is op dit moment downtime dat ik de video opneem. Wat betekent dat er gewoon letterlijk een soort van geen item shop vandaag is. Pas wanneer season 8 gaat starten, dan is er een nieuwe item shop. Maar ja, ik kan die natuurlijk nog niet opnemen, want season 8 is nu nog niet begonnen. Daar kom ik zo meteen op terug natuurlijk. Wel heb ik iemand gevonden die ons code heeft gebruikt en dat is Luke. Gebruik jullie code, ga ze door. Sla eerst die mug dood, Matthijs. Dat is een heel goed idee. Got him. Oké, dat is een grapje. Maar in ieder geval, heel erg bedankt Luke voor het gebruik van onze code. Een dikke SO naar jou. We gaan denk ik ook direct beginnen. Ik heb vandaag weinig nieuws. Ja, dat komt natuurlijk een klein beetje door alles wat er op dit moment gaande is. Ja, zoals jullie misschien ook wel gisteren zagen, het eindevenement. Laten we daar eerst eventjes kort over gaan hebben. Want er is nog wel iets interessants in te zien. Namelijk als eerst hier een paar screenshots. Ja, hier kunnen natuurlijk ook het gehele evenement terugkijken. We hebben namelijk de livestream eventjes ingekort tot een soort van ja, video dus. En dan kun je het gehele event terugbekijken. Was super, super dik. Is zeker weten een aanrader om eventjes te doen. Maar tijdens dit evenement gebeurde ook een aantal aparte dingen. Namelijk als eerste natuurlijk ja, de blauwe Kevin de Cube. Dat was wel het meest opvallende natuurlijk. Maar niet alleen een blauwe cube is te zien. Namelijk ook een gouden. Je denkt van een gouden cube? Dat heb ik niet gezien. Nou, dat was ook echt heel erg sneaky erin verwerkt. Namelijk op dit plaatje zie je, als je inzoomt, zie je hem. Namelijk een gouden cube. En wat gaat dat betekenen? Dat weten we natuurlijk niet. Maar wellicht in de toekomst komen we daar ooit nog achter. Daarnaast ook een grappig tweetje van Hypix. Namelijk, hij van tevoren natuurlijk al een beetje geraden wat eraan ging komen. Namelijk cubes, crash site van UFO's en ja, piramides. Gaat dat er nog aankomen? Dan heeft hij een compleet lijstje gewoon goed. Dat zal wel leuk zijn natuurlijk voor hem. Ja, zoals jullie weten, na het evenement ging alles op zwart. Of nou ja, zwart. We kregen een countdown. En die countdown die gaf aan dat wij overgaan naar season 8 om 11 uur in de ochtend. Dus dat betekent over 4 uurtjes nadat deze video online komt, kunnen we season 8 gaan spelen. En om 8 uur in de ochtend al begint de downtime. Dus dat betekent ongeveer een downtime van 3 uur lang. En dan ja, kunnen we natuurlijk ook geen Fortnite spelen. Zelfs nu niet, wanneer je net de video kijkt, wanneer die online staat. Maar in ieder geval, ja, dus dat is zeker weten nice. Al in de ochtend. En er is een klein dingetje waar we rekening mee moeten houden. Nou, allereerst, de update is waarschijnlijk vele malen groter dan normaal. Met de reden dat we natuurlijk overgaan naar een nieuw seizoen. Dus op de Xbox Series X en S, de Xbox One, de PlayStation 4 en de Nintendo Switch, daar is die patch size nog groter. Maar waarschijnlijk ook op andere platformen is die redelijk aan de grootte. Kan natuurlijk omdat er heel erg veel gaat veranderen dit seizoen. We weten nog niet heel erg veel eigenlijk. Behalve dan natuurlijk dat de map een soort van kapot is gegaan door ja, alle dingen die op de map zijn neergestort. Volgens mij Kevin de Cube zag ik vliegen. Ik zag heel erg veel UFO's zag ik neerlanden, neercrashen. Dus er is veel kapot gegaan. Maar we hebben ook een aantal teasers gekregen. In totaal, als je de video nu kijkt, zijn er als het goed is 4 teasers gedropt. Maar ik heb er jammer genoeg nu nog 2, omdat ja, de andere 2 zijn nog niet uitgekomen. Maar in ieder geval, we hebben dus deze eenhoorns. Ja, dit is best wel creepy en best wel apart als je naar mij vraagt. Ik kan hier niet veel uit opmaken eerlijk gezegd. Ik zie een RPG, maar die hebben we volgens mij nu ook al in de game. En deze. En dit is een kleurrijke en we zien een skin. En deze skin die komt er dus aan. En het leuke is, deze is gemaakt door iemand, namelijk door Kitsu of zo. En dit is een concept art. En deze komt dus in de game. Ik denk eerlijk gezegd als een Battle Pass skin. Dus dat is wel heel erg leuk voor deze guy. En een gave skin als je naar mij vraagt. Maar goed, deze teasers, wat vormen die precies? Nou, je zag het misschien al in de hoekjes. Namelijk, dit vormt uiteindelijk een QR-code. En die QR-code kunnen we dus scannen en kunnen we iets mee doen. Oké, breaking news. Tijdens dat ik deze video aan het editen was, is de derde teaser uitgekomen. En de QR-code is nu scannable geworden. Nou, de derde teaser, jullie zien hem hier in beeld staan, is geinig. Maar de QR-code is veel interessanter. Namelijk, die leidt naar deze teaser video.
Ja, we zagen meerdere dingen in deze clip. Nou, hier het tweetje van iFireMonkey. Namelijk, we zien dus in deze video een Rift to Go blueprint. Ik weet niet wat dat is. Purple Rift. Een crashed mothership zien we dus. Hij is volledig gecrashed. En daarnaast een nieuw soort vent. Wat we eigenlijk ook zagen met die Kevin the Cube vent in chapter 1. En een symbiote skin. Ik weet niet precies wat het is. Maar dat is dus extra info die ik jullie gelukkig nog deze video kan meegeven. Nu gaan we weer verder. Dames en heren, dit was het einde van de video weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarom support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan hier beneden. Straks veel vaker gebruiken. En ik zie jullie allemaal natuurlijk weer morgen en vandaag bij nieuwe video's die online gaan komen. Dus mis het zeker weten niet. Dames en heren, tot de volgende. Peace out.